Er zit altijd melodie in. Ik hou van verschillende soorten ritmes, etnische invloeden. Ik denk dat dat wel karakteristiek is voor een echte ISIS-set. Als DJ ben je altijd afhankelijk van het publiek. En je probeert een soort contact te leggen. Het is eigenlijk een soort wisselwerking. Je geeft wat. En als het goed is, krijg je ook weer wat terug. En er kan dan iets heel moois ontstaan tussen jou en het publiek. Over het algemeen resulteert dat toch wel in een feestje, ja.